Welkom bij Lang Leven de Liefde. Een plek waar singles minimaal 24 uur gaan samenwonen. En zelf beslissen of ze na die 24 uur willen blijven of vertrekken. Na 4 dagen plagen, teasen en goede gesprekken zijn Kevin en Sophie heel dicht bij de perfecte match. Ik zou verliefd op jou kunnen worden, denk ik. Ik wil kijken waar dit buiten hier naartoe leidt. Ja. Maar eerst moet Sophie hier binnen nog even kennis maken met Stefanie en Ivo, de vrienden van Kevin. Daten anno 2020. Ja, precies. Ja. Dat is wel minder. Ja, dat had ik even niet verwacht. Dat is wel echt een verrassing. En nee, ik had nog niet zo ver nagedacht dat we elkaar echt niet mochten aanraken. Het is wel echt goed uiteindelijk, want dat maakt het wel... Het is een keer wat anders. Spannend. Nadine had op zijn minst een ontbijtje verwacht na haar eerste nacht met Dimitri. Oh jee, nou, ik voel hem al aankomen. Zo van dat ik niet dat ontbijt voor je gemaakt heb. Af en toe moet je echt een beetje dingen, wat een korreltje zout nemen. Zal ik het voor je opscheppen? Die arme Dimitri is echt geen hork, maar gewoon knijternerveus. Dat eten is een dingetje en ik weet dat ik moet eten. Maar goed, het lukt niet. Maar als je geen trek hebt, heb je geen trek. Dit is Lang Leven de Liefde. Wat maakt dat de wereld draait? Wat maakt dat de dagen van goud zijn? Wat schrijft ieder lied? De mooiste verhalen. Lang leven de liefde is vrij. Nadine en Dimitri hebben samen hun 24 uur verlengd. Maar die handeling is zo'n beetje het enige waar Dimitri nog toe in staat is. Een simpel spelletje is al te veel gevraagd. Dus Nadine zit opgescheept met een uitgehongerde date die helemaal nergens trek in heeft. Ik ga even douchen zo, ja. Ja. Ik voel me ook niet goed, hoor. Voel je een beetje leeg? Ja. Ik realiseer mezelf ontzettend goed dat ik nu niet mijn allerbeste kant van mezelf laat zien. En dat is een beetje een gevecht. En tegelijkertijd is het van, oh, dit moet ik heel snel gaan herpakken. Want ik wil namelijk nog steeds niet dat je morgen tegen mij gaat zeggen van... nee, sorry, maar helaas, dit is het toch niet. Nee, maar luister. En dan wil ik je op zijn minst in ieder geval de avond van je leven gaan geven. En als ik daar voor mezelf voor nul moet zetten met een microfoon in mijn handen... Hé, even één ding. Zullen we eventjes eerst het lijstje afmaken met dingen wat we nodig hebben? Ja, als jullie nu schrijven verder. Want ja, weet je waar ik een beetje angstig voor ben? Dat als ik dan zeg, nou, doe mij maar een pizza, doe mij maar een kapsalon... en vervolgens is 3 hapjes en ik zit vol... Dat moet niet. Dus ik denk dat ik hou het mooi bij gewoon zo'n opgerolde Turkse pizza. Nou, heel goed. Ik ga pissen, ja? Ik zeg het gewoon eventjes hoe het is. Oké, maar nou weet ik nog je bestelling niet. Denk ik nog even over na. Oké. Bij Kevin en Sophie is het gelukkig een stuk gezelliger. En dat zien Kevins vrienden ook. Hun maatje heeft een goeie te pakken. Ik vind het best wel knap ook gewoon, weet je wel. Het is echt wel... Ja. Zeker dat ze cosplay gewoon doen. Ja. Ja, daar kan je best wel leuke outfits bij bedenken. Ja. Maar ik het zo zie, ik denk ook wel dat Kevin jou leuk vindt. Zijn manier van doen en... Ja. Nee? Tijd zal het uitwijzen. Ja. Maar zij is een feminist die graag schoonmaakt en zorgt voor een man. He? Dat zegt ze dan. Want dan ben je ook geen feminist. Nee, natuurlijk niet. Maar zo grappig dat ze dat zegt van zichzelf. Ik ben feminist, maar ik vind het wel gewoon lekker om te koken voor je. Gewoon lekker voor je te zorgen en een biertje neer te zetten terwijl je gate. Er is helemaal niks feministisch aan. I don't mind. Dat is natuurlijk heel lief. Eet smakelijk. Jij ook. Eet gewoon zo. Het is gooi droog, alweer. Er zit ook gewoon ananas op, hoor. Dus dat is zeker niet droog. Moet ik saus pakken? Ja, ik moet echt stampen om het naar binnen te krijgen.
Ja, ik zal niet kijken, ja? Als dit morgen nog zo is, want ik ben echt strontmisselijk aan het worden, hè, dan ga ik wel weg. Mm-hmm. Dan ga ik eruit, dan is het klaar. Ik zie al aan je gezicht dat je erover na zit en denkt voordat je überhaupt een hap neemt. Niet lullig bedoeld, maar het is ook niet gezellig aan tafel zitten terwijl je dit de hele tijd... Ik heb het niet lullig bedoeld. Zo bedoel ik het niet. Ik weet hoe je het bedoelt. Nee, dat weet je niet. Jawel. Gezellig tafelen. Ja. Doei. En wat vond je ervan? Gezellig. Ja? Ja. Je pas je ook gewoon onmiddellijk aan iemand die je helemaal niet kent of wat dan ook. En dan praat je ook gewoon mee. En oh ja, ga maar bijten met je maat, weet je wel. Ja, tuurlijk. Ja. Ja, ik vind het wel leuk. Even lekker old school. Ik weet niet of jij ervan houdt, hoor. Gewoon niet aan mij denken. Zet maar gewoon lekker op wat je wil. Lord of mine, feel my temperature rising. Higher and higher, it's burning through to my soul. This lifts me high, like the sweet song of a choir. You light my morning sky, burning low. Bij de buren is het geen liefde die burnt. Het is ook geen brandend maagzuur. Maar wat is het dan wel? Dimitri krijgt al de hele dag geen hap door zijn keel en dat zuigt alle energie uit zijn lijf. Dit kunnen niet zomaar de zenuwen zijn. Er speelt vast iets meer. Ik heb een behoorlijke kutperiode gehad in mijn leven. En daar heb ik wel wat aan opgelopen. Zeg maar. En ik merk gewoon dat het zich op zo'n vage manier uitkomt, zeg maar. Voor jou moet dat heel vaag zijn, zeg maar. Maar ik in combinatie met dat ik zo graag wil dat dit slaagt, mm-hmm, is het toch... Ja, ik weet het niet. Oké. Okay. Toch liever naar binnen, hoor. Sorry. Ja. Maar goed, dat is je gevoel. Wil je naar huis of wat wil je? Ik vind het heel fijn om je om me heen te hebben. Mm-hmm. Kan je nog die modus omzetten naar enigszins gezellig? Of zeg je nou, ja, mijn gevoel, ik kan hoog en laag springen, maar dat gaat hem zeker niet gezelliger worden dan dit? Heeft het nog zin? Daar gaat het niet om. Oké. Maar ik denk wel dat we er eind aan moeten gaan breien. Dat denk ik eigenlijk ook wel, ja. Ja, ik baal ervan, oprecht. Ja. Wat een ongelofelijke domper op een date die eigenlijk best wel lekker liep. Zo lekker dat Dimitri zelfs zijn beste vriend Frits had uitgenodigd voor een gezellige avond. Hoe is het? Ja, goed. Hoe zie je dat? We zijn de koffers aan het inpakken. Echt waar? Ja. Dat is geen goed teken. Nee, laten we naar naartoe gaan. Wil je rondleiden? Hi. Hi. Leuk dat je er bent. Ja, tuurlijk. Op een gekke manier. Ja. Wil je nog zitten of heb jij wel zoiets van je wil echt nu? Nee, ik pak wel even mijn koffer verder in, maar daarna kom ik gewoon even bij je zitten. Moet je nog niet weggaan? Nee, ik ga nog niet weg. Top. Is het helemaal klaar, denk je nu? Of, We staan op het punt om eruit te gaan, ja. Want, ja. Zo, wat wil je nog wat drinken? Nou, eigenlijk hebben we wel behoefte aan een wijntje. Is dat erg? Nee, tuurlijk niet. Wat zijn jouw plannen nu? Ik denk inderdaad dat ik mijn besluit zeker heb gemaakt. Dit heeft geen zin meer. Nou, jullie hebben in ieder geval een leuke 24 uur gehad. Ja. Denk daar gewoon aan. En je ziet wel wat de toekomst brengt. Dat is erg heel cliché. Het is toch zo? Ik laat je bij even kletsen. Nee, dat hoeft helemaal niet. Nee. Tot zo. Nee, maar wat ik zeg, ik meen het wel. Ik vond het wel leuk om je te leren kennen. Ja, insgelijks. Rij voorzichtig. Okay. Gaat goed komen. Hé, hey, doedel. Succes, doei. Doei! Doei! Jij ook, goede reis! Dank je. Het is Dimitri en Nadine niet gelukt om bij elkaar de liefde te vinden. Helaas moeten ze allebei alleen naar huis. Komt allemaal goed. Dit appartement staat vannacht leeg, dus Kevin en Sophie zouden flink tekeer kunnen gaan. Maar dat gaat niet gebeuren.
Sophie kruipt er lekker vroeg in, terwijl Kevin zorgt voor een heerlijk slaapliedje. Een nieuwe morgen betekent een kans op liefde voor twee nieuwe vrijgezellen. Priscilla heeft haar wekker het vroegst gezet, want deze 31-jarige marketeer wordt na 4 jaar single graag weer eens samen wakker. Ik moet wel zeggen dat ik wel heel kieskeurig op dit moment ben. Met de jaren ben ik dat wel steeds meer geworden. Nu merk ik gewoon dat ik mezelf steeds lastiger maak. Mooi. Je gaat allerlei kenmerken ook in je hoofd halen van nou, daar moet je aan voldoen, daar en daar. En op zich ben ik nog wel uiteindelijk nog wel dat ik denk van ja, ik moet naar het grotere plaatje kijken. Dan wil ik graag wel iets opbouwen met iemand. En dan kijk je meer in de toekomst. En ik denk dat je daardoor misschien nog kritischer wordt of zo. Dat je dan denkt van ja, ik ga niet zomaar een relatie aan. Ik moet wel echt zeker ervan zijn, want eigenlijk wil ik dat dit dan de laatste wordt, bij wijze van. Ik ben echt nu in zo'n modus dat ik echt denk van ja, ik weet wat ik wil. En dat zijn geen scharrels meer. Mijn ideale man qua innerlijk is toch wel heel erg sociaal. Dus houdt van met mensen kletsen, met mensen zijn. En ook wel een outgoing persoon. Dus iemand die niet per se elke dag thuis wil zitten. Of die elke dag naar werk zegt van ik plof lekker op de bank en that's it. Nou, ik zit al klaar met een wijntje. En qua uiterlijk vind ik lengte ook wel belangrijk. Ja, wat kleinere mannen, ja, dan kan ik mijn hakken niet aan. En dan voel ik mezelf mannelijk. En ja, dat vind ik gewoon niet fijn. Het plaatje van Priscilla is behoorlijk duidelijk. En in theorie zou dat moeten matchen met dat van Nouri uit Rotterdam. Hij heeft thuis geen scharrels, maar wel een paar schatjes. Ik ben inmiddels vader van 3 kinderen. 2 zoontjes van een voorgaande relatie. En de leeftijden 9 en 2. En daarnaast heb ik recent een dochtertje gekregen van 9 maanden. Inmiddels, ja. En nog single. Sorry. Ik vind mezelf toch wel een leuke verschijning. En zonder arrogant te klinken. Maar ik weet wel dat ik aandacht krijg. Al zoek ik het zelf niet op. En dat is waarschijnlijk in de afgelopen jaren een beetje doorheen geslopen. Dat ik makkelijker mensen toelaat die een oog op mij hebben dan andersom. En ik zou wel heel graag willen om dat een keer weer te veranderen. Ik zou heel graag een nieuwe liefde willen vinden. Ik merk nu wel dat ik op het punt ben dat ik iemand in mijn leven wil waarmee ik samen gewoon ook oud kan worden. Dus dat is wel iets wat ik zeker wil. Ik hecht heel veel waarde aan seks. Ik geloof ook dat met seks duidelijk wordt hoe goed de relatie zit. Maar de ideale vrouw is een combinatie van een vrouw waarbij de aantrekkingskracht natuurlijk ook een grote rol speelt. Daarnaast een vrouw met humor, een buddy en een vrouw die een stukje moederrol ergens ook wel in zich heeft. Hallo. Hallo. Welkom in dit mooie huis. Dankjewel, het ziet er goed uit. Ja. Nou, we moeten wel afstand blijven houden voor corona. Klopt. Dus, klopt. Nou ja, wordt even wennen, maar het zal alsnog gezellig worden, denk ik. Nou, om die reden heb ik ook wat leuks voor je. Superleuk. Dus ik denk, nou, ik ga je niet hier helemaal lege handen. Zonder cadeau komen. Ja. Ja, ik trouwens ook hoor, voor jou. Het staat hier al klaar. Dit vind ik leuk. Het authentieke cadeautje uit Gouda. Oh, wat leuk. Dus, Gouda, ja. Dat is niet ver van Rotterdam. Dus nee, klopt inderdaad. Ik ben ook in Rotterdam geboren. Oh joh, nou ik ook. Nou, dat is grappig. Oké, okay, leuk. Ja. Ik zal wel even kort uitleggen wat ik heb meegenomen. Ja, ik heb, je gaat natuurlijk het experiment aan met een Turkse man, dus ik heb een Turkse wijntje voor je. Oké. Okay. Rode wijn, maar ook een Turkse drank. Oké. Okay. Ik heb zelfs Turkse koffie meegenomen. Oké. Okay. Daar heb ik nog een verhaal bij, want dat ga ik zelf voor je maken. Oh. Hartstikke leuk, dank je wel. Voordat we gaan beginnen, ik had een idee hè, om het ijs een beetje te breken. Oké. Nou, je gaf net al aan, coronavirus, dat is ook zo. Dus daar hebben we allemaal mee te maken. Ja, helaas, ja. Ik dacht, nou, ik weet niet of je bekend bent met de term eye-gazing. Nee. Ik dacht, nou, misschien kunnen we op 1,5 meter afstand van elkaar staan, midden in deze ruimte. Oké. Okay. Elkaar 5 tot 10 minuten in de ogen aankijken. En daarna kort evalueren. Dat is, Zonder te praten. Oh nee. Zonder te praten. Echt alleen maar kijken. Oké. Okay. En dan ben ik heel benieuwd hoe jij ermee omgaat en wat dat bij jou oproept. Laat het gewoon gebeuren. Weet je, ik ga het gewoon proberen. Ben je er klaar voor? Ja. Oké, dan gaan we nu beginnen.
genoeg. Oké, okay, gelukkig. Ik dacht 5 minuten. Het wordt hele lange 5 minuten. Nee, want ik ben daar zo slecht in. Ik moet, ja. Wat vond je ervan? Wat vond je van het idee om elkaar in de ogen aan te kijken... terwijl je eigenlijk mij helemaal niet kent? Ja, toch nog wel best wel even heftig, denk ik. Omdat ja, als je elkaar niet kent, dan is het extra awkward, denk ik dan. Mm-hmm. Maar het is wel een leuke oefening. Ik vind het wel ook origineel dat je dit hebt bedacht. En, ja, nee. Ja, ik sta altijd wel open voor dingen. Dus. Nou, voor jou ook nog trouwens een presentje, hè? Ik weet niet of ik je het al wil uitpakken, maar zoals ik al zei... ja, ik woon dus in Gouda. Ja? En ik dacht, nou, ik ga iets authentieks gouds meenemen. Leuk. Dus ja, dit is het Goudse stadhuis. En er zit in stroopwafels en kaas. Dus ik hoop dat je ervan houdt. Ja, zeker weten. Nou, ik ben vaak in Gouda, hoor. Dus Dat betreft... Nee, ik ken de Goudse kaas. Leuk. Ja, hartstikke leuk. Ja, is altijd lekker, hoor. Ja. Laten we proosten, weet je wel. Ja. Even toosten op een leuk begin. Ja, ik heb ook een droge mond gekregen al die tijd. Nou, cheers. Nou, cheers. Cheers, ja. Misschien een korte toelichting op wat ik hier heb gezet. Ja, ik hou dus heel erg van samba dansen. Dans is sowieso altijd al mijn passie geweest. Wauw, ja. Sierlijk zeg. Ja, ja, het staat ook wel tropisch, moet ik zeggen. Ja. En ja, dat rechtergedeelte is dan meer rondom paarden. Ja, ik rijd al paarden sinds dat ik heel jong ben. En jij, doe je ook aan sporten? Ja, nee, ik ben van jongs af aan ben ik gaan voetballen. Tot nu eigenlijk. Okay. Wel op een vrij laag pitje, maar ik heb in het verleden wel wat hoger gevoetbald. Oké. Okay. Ik ben een sportman, in hart en nieren. Ik zou ook niet kunnen zonder sport, denk ik. Nee. Nee, leuk. Klinkt goed. Leuk. Zo is het ijs even gebroken. Ja, hè? Dat is, inderdaad. Ja, oh. Ja, je hebt ook een leuke verschijning. Dus wat dat betreft heb je goede energie, fijne energie. Ja, dank je. En ik ben altijd wel van de energie aftas. Als mensen me vragen, maar wat vind je dan een mooie vrouw? Ja. Geen idee. Het is zo breed. Weet je wel? Ik bedoel, het gaat niet alleen om uiterlijk. Het is, het gaat veel meer om allebei. Ja, ja, ja. Ja. De eerste minuten vliegen voorbij. Dus wie weet staan Noori en Priscilla voor ze er erg in hebben alweer buiten met hun koffers. Uiteraard wel na 5 liefdevolle dagen, zoals Kevin en Sophie. Ik krijg mijn eten en dan krijg je zwaar. Zolang een man nog koffers draagt voor een vrouw, zit het meestal wel goed. En Kevin weet het dan ook zeker. Sophie is de vrouw waarmee hij als match het appartement wil verlaten. Had je het verwacht dat we het zouden halen? Ik vond je sowieso echt... gewoon heel leuk. Je bent gewoon gezellig en ook fijn om mee te praten. En daardoor had ik wel vanaf de eerste dag al van... Oké, ik wil kijken waar dit heen kan gaan. Of dit vriendschappelijk kan worden of wat meer richting romantisch gebied. Mm-hmm. Ja, dat werd eigenlijk groter. Dat was wel dat ik dacht van oké, er zit hier nu wel een lichamelijk verlangen. Gewoon. Ja, dat is bij mij ook wel... Maar voor mij was het eigenlijk al iets eerder, moet ik wel zeggen. Ik kwam hier eigenlijk binnen. Ik ging zelf even cosplayen, ook om mij meer op mijn gemak te laten voelen, I guess. Hoe langer ik in je ogen keek, dus hoe langer jij in mijn ogen kon kijken... hoe meer ik wel iets ging voelen. En ik zou bijna durven zeggen wel vlinders. Ja, jij bent een romanticus, hè? Een beetje. Ja, eigenlijk wel. Zal ik eens kijken waar we... Alsjeblieft. Het is wel een mooie roze envelop. Oké. Beste Sophie en Kevin. We vinden het geweldig om te zien dat jullie zo'n goede klik hebben... en dat de liefde is ontstaan ondanks dat jullie letterlijk afstand van elkaar moesten houden. Zodra deze periode achter de rug is... kunnen jullie een hotelovernachting tegemoet zien in een Fletcher Hotel ergens in Nederland. Veel plezier en geniet van jullie tijd samen. Lieve groet, het team van Lang Leven de Liefde. Let's get out of here. Ja? Ja. Oh. Wil jij de magie van een date in een appartement zelf ervaren? En zoek je ook een kans op langdurig liefdesgeluk? Geef je dan nu op. Maar was je gespannen toen je hier aan meedeed? Althans in het begin? Was je een beetje zenuwachtig? Ik was vanochtend heel oké. Ja? En vooral veel zin in, zeg maar. Ja. Maar ja, toen ik hier binnenkwam, dacht ik wel, shit. Hoe lang ben je single? 4 jaar nu. 4 jaartjes, ja. Dat is een aardige tijd. Op zich wel, ja. Ja, en jij? Ja, ik een jaartje, zoiets. Okay. Iets langer. Oh, dat is wel kort dan. Dat is wat korter, ja. Heb je kinderen? Nee. Heb jij kinderen? Ja, ik heb wel kinderen. Oké. Vertel. Oké, met een vraagteken. Oké.
Ja, ja, hoeveel kinderen heb je? Ja, ik heb er drie. Drie hoeveel? Kinderen. Drie? Oké. Okay. En hoe oud zijn ze allemaal dan? Nou, mijn kinderen zijn, even kijken, de oudste die wordt 10. De middelste die wordt 3. En ik heb een dochtertje nog van 9 maanden. Oké. Okay. Oh, die is nog heel jong dus. Ja, die is nog echt heel klein. Oké. Okay. Ja, ja. Maar waar zie je jezelf dan over 5 jaar? Ja, over 5 jaar toch wel echt net een leuke man. Dat vind ik heb je een wel... kinderwens? Heb je, Ja, dat heb ik wel, ja. Ja? Ja. 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 Maar ja, jij hebt wel zoveel kinderen. Dus... ja. Dus jij ik sta niet te springen van, oh, nog één. Morgen, heer Lang Leven de Liefde. De twee nieuwe vrijgezellen hebben flink ingekocht. Aangezien we niet drie zoenen kunnen geven. Hey, leuk, want hoe moet het? Over mij? Jeetje. Je verwarmt me. En ik heb Indische hapjes meegenomen. Hou je ervan? Mm-mm. Je hebt wel hele stoute ogen, hè?